allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag heb ik een artistieke Surinamer bij mij op de bank. En natuurlijk is ze ook zeer bijzonder. Ik heb een voorgesprek met haar gehad en ik vond haar altijd al super artsy, but there's so much more to her. Vandaag heb ik Pearl Brunings op de bank. What me is a little Q-Time. Welkom Pearl Brunings bij Q-Time. Dankjewel. Pearl Brunings. Wie is Pearl Brunings? Ja, dat is moeilijk om in één woord. Ja, je mag het in een aantal doen hoor. Ja, ik ben... Ik denk dat het makkelijk is om het op mijn beroep te gooien. Mm-hmm. Ik ben een artiest, kunstenaar, kunstschilder. Ik ben grafisch ontwerper. Ik ben actrice. En ik ben moeder van 3 tieners. Dat is het. Een heleboel. Een heleboel. Maar we gaan vandaag hier zitten met Pearl, de artiest, de kunstenaar. Ja. So tell me about it. Was je altijd al into arts? When did it start? How did it happen? Als kind tekende ik altijd. Nog niet schilderen, maar tekenen. En echt, echt altijd. Ik herinner me ook nog in de klas dat ik niet kon opletten als ik niet aan het tekenen was. In feite, als ik dus keek naar de juf of de meneer, dan alle informatie ging weer uit mijn hoofd. Terwijl als ik tekende, dan kon ik alles juist heel goed in me opnemen. En dat heb ik op een bepaald moment de leraar dat ook door, dus ze lieten me ook gewoon tekenen. Dus ik heb heel lang schriften vol getekend als kind, als tiener. Als tiener begon ik ook een beetje mode ontwerpen, dingetjes te tekenen en zo. En op een bepaald moment weet ik ook nog dat ik weet niet of je Sharma Shenafon kent, haar vader is ook kunstenaar. Ze was een Surinaamse tv-personality back in the days. En zij en ik waren vriendinnen. En toen hadden we haar vaders oude airbrush-spullen, dat had zij gevonden. Mm-hmm. En dan gingen we bij mij thuis, in mijn vaders schuur, gingen we proberen met airbrush te experimenteren. En daar kwamen leuke dingen uit. Nog lang niet natuurlijk wat het moest zijn, maar er kwamen leuke dingen uit. Dus ik weet nog dat ik wat dingetjes in mijn slaapkamer ophing van mijn eigen airbrush dingetjes. Mm-hmm. Maar echt schilderen met kwastenpenselen, dat was er nog niet. Mm-hmm. Maar ik had wel altijd een bewondering voor kunst. En vooral voor abstracte kunst. Dus werken met mooie kleuren, dingen die eigenlijk niet speciaal iets voorstellen. Dat trok me altijd aan. Maar when did it start for you? Wanneer is het echt gestart van, oké, nu wil ik gaan schilderen of leren schilderen of iets gaan doen? Ik kan me het exacte moment niet herinneren en ik weet ook niet eens precies hoe dat is gegaan. Maar op een bepaald moment besloot ik samen met een vriendin, die overigens hier werkt bij jullie. We besloten samen op les te gaan bij Suki Irodi Kromo. Ik weet niet meer hoe dat precies is gegaan. Dat was in 2000, dus dat is al een mooie 23 jaar geleden. En mijn hersenen zijn niet meer de jongste. Dus we gingen op les bij Suki. Een paar keer, volgens mij 2 keer in de week. Weet ik ook niet meer precies. En hij leerde ons dan, hij had toen juist zoiets van, oké, je kan tekenen, leuk. Je moet alles vergeten wat je weet van tekenen. Schilderen is nu anders. Mm-hmm. Ander gevoel. Dus hij heeft vooral gewerkt om ons te leren om echt te verven, te schilderen. Mm-hmm. En niet bezig te zijn met mijn tekeningetjes maken en zo. Meer vrije expressie. Heb je alleen van Suki les gehad? Nee. Dat is ongeveer 2 jaar les gehad van Suki. En toen kwam er ook weer een moment waarop op een bepaald moment een groep vrouwen besloot van, eigenlijk willen we ook gaan schilderen en zullen we les gaan nemen bij George Struikelblok. Mm-hmm. En dat was dan bij Dorette Kuster. Dorette is ook, zij schildert nog steeds bij haar thuis. Toen kregen we dan met de groep les. Daarvan is een groep overgebleven die er echt iets mee doet. Want Dorette is een van ze. Henna Brunings is een van ze. Is toevallig mijn tante, maar die is ook nog een die ook bezig is met kunst nog. Marianne Hiralal zat erin. Die is ook bezig met kunst, maar op een andere manier. Die is met decorbouw en bloemen en zo. Oké, maar dat zijn een heleboel. Ja. Maar we gaan alleen praten over Pearl. Ja. Nou, Pearl heeft dus, is gestart met schilderen. Ja. En toen heb je gezegd van, oh my god, I really like this.
En toen ben je gewoon direct doorgegaan en artist geworden. Ja, nou, ik hield ervan, maar het was eigenlijk, ik had ook gewoon een vaste baan daarnaast. En ik vond het altijd heerlijk om te schilderen. Maar het was nog niet een passioneel gevoel ernaartoe. Het was meer van, oh, I like this. Het laat me lekker relaxen. En wij deden nou ook groepsexpos, dingen. En dat ging allemaal heel goed. En ik verkocht werken. Maar het was meer een soort van bijverdienste. Leuk ding om te doen. Prettig. Aardige bezigheid. Creatieve bezigheid. Stress relief. Mm-hmm. En ja, toen kwam een moment dat ik eigenlijk met mijn grafisch bureau, dat het veel meer aandacht van me eiste. En de kinderen op een leeftijd waren klein. Dat ze dus ook echt veel meer aandacht en tijd nodig hadden. Waardoor ik dus eigenlijk dat schilderen ik heb het echt laten liggen. Okay. Maar toen COVID happened. Ja, 2020 happened. En wat gebeurde er toen? Nou, het was, ik vind het heel erg dat COVID is geweest. Maar aan de andere kant heeft het ook een blessing voor mij gebracht. Want mijn klanten, mijn grafisch ontwerpklanten, die hadden natuurlijk ook dezelfde onzekerheid als iedereen. Van, dan moesten ze maanden, weken lang dicht. Dan, weet je, al je kent het, hoef je het allemaal niet uit te leggen. Dus het gevolg is dat ik zo goed als geen werk meer had. En ik had zoiets van, ik kan daarover gaan zitten stressen, als ik gek ben geworden, maar dat gaat toch niet helpen. Maar toen kwamen die kriebels weer naar boven van, weet je, je wil eigenlijk al jaren weer beginnen met schilderen. En ineens heb ik die knoop doorgehakt en toen heb ik weer materiaal aangeschaft. En toen ben ik gewoon weer begonnen. En een paar maanden into that nam iets over en dat kan ik niet uitleggen. Dat is gewoon een gevoel, ja, onbeschrijfelijk gevoel. Misschien is het spiritueel, drive. Ik weet het niet. Er kwam een drive inderdaad in me van, dit is wat ik wil doen met mijn leven. Dit is het. Dit is het voor me, weet je. En we zijn nu 3 jaar verder. Er is geen dag dat ik niet bezig ben met mijn kunst. Ik wil elke dag schilderen. Als ik niet kan schilderen, kijk ik naar kunst van anderen. Of schrijf ik een blog over mijn kunst. Of ik ben constant. En het is echt een drang. Ik kan het niet uitleggen. Het is geen negatief dwanggevoel, het is echt een heerlijke drang, ja. En daar, you gave into it en je bent bezig geweest en then something beautiful happened, want je bent naar België gegaan en je bent daar gaan schilderen. Ja, klopt. So, what happened? Ik was sowieso vorig jaar, in oktober, was ik al naar België. Dat komt omdat ik familie daar heb. En ik ben toen ook naar Parijs gegaan, eigenlijk met de bedoeling om inderdaad een beetje te gaan kijken van wat leeft in die Europese kunstwereld. Wat hebben de galleries hangen? Een beetje voor mezelf om te kijken van hoe werkt het daar? Hoe werkt het buiten Suriname? Hoe werkt het? Ik ben ook op een bepaald moment ook in het Caribisch gebied, met de Dominicaanse Republiek, was ik ook gegaan om te kijken. I just wanted to know, I was curious, van hoe werkt het met galleries? Hoe werkt het met Wat voor soort kunst is zie je, weet je? Dus dat was echt mijn drang om dat allemaal te zien. En daar zijn dus, omdat ik in Antwerpen zijn wat, weet je, ik heb wat met mensen gesproken en daar zijn wat dingen uitgekomen. En uiteindelijk is er dus een nieuwe, vrij nieuwe upcoming gallery daar. Mm-hmm. Dat heet Exclusive Arts. En zij hebben toen gevraagd of ik dan hun eerste solo expo degene wilde zijn van wie ze de eerste solo-expo zouden doen. En het was makkelijker om daar naartoe te gaan en daar te schilderen. Omdat het, als je hier in Suriname schildert en die schilderij naar het buitenland moet krijgen, zijn daar wel wat behoorlijk wat challenges en kosten mee gemoeid. Ja, maar je was daar, als ik het goed heb begrepen, ook gewoon omringd door kunst en art en everything. Ja. Dus dat is een hele... Heel inspiring, want die buurt al gewoon daar waar ik een studio had, mijn atelier om te schilderen. Het is in Antwerpen-Zuid, heel dicht bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten daar. Nou, dat museum is prachtig. Die hele omgeving is prachtig. Dus lekker cafeetjes, restaurantjes, mooie oude gebouwen, mooie herenhuizen en een heleboel galleries. Echt een heleboel galleries. Je bent constant omringd door kunst en dat inspireert je ook. Ja, toch? Het inspireert je ook. En ook wat zeker ook inspiring is, gewoon ook gemakkelijk, is dat ik 5 minuten liep en dan was ik in een van de grootste kunstartikelenwinkels.
Weet je, een kunstartikelenhandelaar. Gewoon echt kunstmaterialen. Gigantische winkel. Alles. Van doeken, lijsten, naar allerlei soorten verf, allerlei soorten tools. Noem het maar. Het was er. Dus ik kon, weet je, zoals ik hier vooruit moet plannen, van oké, ik ga een serie doen en ik heb die specifieke kleur nodig en dan moet ik ervoor zorgen dat ik eigenlijk te veel ervan in huis heb. Daar was het oké, ik koop één tube, morgen is het op, oké, dan loop ik even, ik loop even naar daar en ik ga het weer halen, we gaan nog een tube halen. Dus dat is, zo, is ook bevrijdend, weet je, als je gewoon al je materiaal om handen hebt. En ook, het is ook bevrijdend als je in een omgeving kan, die het support, ja, natuurlijk. Die all about kunst is. Ja. Zo, so, daar was je. Je, had, je hebt geschilderd voor een nieuwe gallery. Je kunst wordt... wanneer is de expo? Wanneer is dat? Is het al geweest? Nee, het is 25 april. Ik ben er zelf niet bij. Maar ik laat het aan de mensen van de gallery over, natuurlijk. 25 april begint het daar. En het gaat een maand duren. Wauw. Ja. Mm-hmm. En als mensen even naar je werk zouden willen zoeken, wat is je artiestennaam? Waar kunnen ze je vinden? Kunnen ze al kijken? Is er nog werk van je ergens? Ja, ik heb sowieso een Instagram page. Mm-hmm. Daar ben ik vrij actief op. Mm-hmm. Ik onderhoud het ook niet zelf hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar nu echt een team voor die daarmee bezig is. Dus mijn Instagram page. En ik heb een website. Moet ik het allemaal opnoemen? Als je mag het zeggen, maar gaat het ook in beeld verschijnen. Maar als je het natuurlijk wil zeggen, is het ook goed. Oké, okay. Mijn website, dat is Hexarte, vast aan elkaar, .sr. En mijn Instagram kan je gewoon op Pearl Brunnings. En dan krijg je daar sowieso een link naar mijn artiestenpage. Ik vind het heel bijzonder wat je doet en ik ken je misschien niet goed genoeg. Ik ken je van way back, 10 jaar geleden en nooit met je gesproken. But I'm very proud that you're doing this, dat je gewoon achter je droom nagaat of achtergaat en doet wat je letterlijk je hart, je lichaam, je whole being zegt om te doen. En ik vraag me af, we kunnen sowieso lang doorpraten en ik hou van praten, ik hou van cute time, daarom zit ik hier. Yeah. Maar als kunstenares, als Surinaamse kunstenares, die achter haar dromen is gaan om te gaan schilderen voor a living, to make it her core being. Heb je niet een boodschap voor andere artistieke mensen die nu kijken naar jou en jou hier zien zitten en kunnen kijken naar jij bent gegaan? Wat zou jij hun willen zeggen? Of is er iets dat je zou willen meegeven als persoon die nu hier zit en die gedaan heeft wat ze voelde en geen spijt heeft? Nou, kijk, ja, geen spijt. Ik heb inderdaad geen spijt. Maar ik moet eerlijk zeggen, heb momenten waarop ik denk van, waar ben ik mee bezig? Ben ik gek? Nee. Goed deze. Ik echt wel. Ik denk dat er echt de angst slaat me om het hart. Van, oh my god, what am I doing? Mm-hmm. Maar goed, die liefde is voor het vak is zo groot dat ik toch doorzet en toch doorga. En ook, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook mensen om je heen die je encourage, maar ook mensen die zeggen, die je letterlijk vragen of je gek bent. Weet je, dus het is mijn eigen drive die me door laat gaan. Ja. Maar wat voor boodschap heb ik aan anderen? En dan is het niet speciaal kunstenaars hoor. Ik denk eigenlijk aan iedereen. Als je een droom hebt, ga daar achteraan. En het is makkelijk misschien om te zeggen, want het is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft de tools om dat te kunnen doen. Maar probeer in ieder geval, al is het langzaam maar zeker. Eigenlijk is de boodschap anders. Zeg het hoe het is. Zeg het hoe het is. De boodschap is eigenlijk... veel mensen hebben het gevoel dat wanneer ze een droom hebben, dat ze een bepaalde beperkte tijd hebben. Of ze het moeten hebben bereikt voor een bepaalde leeftijd. Of ze zetten zelf een deadline. En ze zetten het zelf. Of ze denken dat de maatschappij die deadline heeft gezet en ze gaan erin mee. En de boodschap is eigenlijk, er is geen deadline. Je hoeft, als je een droom hebt, hoef je het niet meteen te doen. Of je hoeft het niet te bereiken voor die dag. Of weet je, op een bepaalde datum of voor een bepaalde leeftijd. Als je een droom hebt en je bent ermee bezig, gaan wegen voor je open. En niet altijd op het moment dat je het wil. Soms ook veel later. Maar grijp het dan. Dus laat je niet belemmeren door, ik ben te oud. Of het is te laat. Dat is eigenlijk de boodschap. Okay. Ja. Well, you inspired me. En ik
ben je bijzonder dankbaar dat je hier bent gekomen om te vertellen waarmee je bezig bent. Super trots dat je de leap of faith hebt genomen en jouw werken straks gewoon zichtbaar zijn voor a whole bigger group of people. En ik hoop voor natuurlijk dat het succesvol voor je wordt en dat je door mag gaan waarmee je bezig bent. En ik zie hoe je ogen zo twinkelen, full of happiness. En ik hoop dat je dat gevoel mag blijven vasthouden. Congratulations on your first expo. Dankjewel voor het komen. Ja. Ik heb nog één toevoeging. Tuurlijk, zeg maar. Ik wil even zeggen, want als de mensen, je vroeg waar de mensen kunnen kijken naar mijn kunstwerken. De kunstwerken van de expo, die zijn nog niet allemaal zichtbaar. We hebben natuurlijk wel wat sneak peek, voor de sneak peek alvast wat werken op de Instagram page. Mm-hmm. Op mijn webpage is er nog helemaal niets van de expo. Mm-hmm. Op mijn Instagram page zijn er 3 schilderijen die meedoen, of die in de expo zijn. En, maar wanneer de expo loopt, dus na 25 april, dan gaat wel alles worden gepost op de Instagram page en op de website. Ja. Alright, perfect. Ze gaan het allemaal zien. Dus als ze na deze aflevering op tv online willen kijken, kunnen ze ook de link terugvinden naar je website en everything. Klopt. So, nogmaals, thank you for coming. Continue to be you. Continue to be great. Dankjewel, jij ook. Thank you so much. Nou, en ook jullie thuis, bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Pearl Brunings. I'm gonna call her the pearliest pearl of them all. En zij is achter haar dromen gegaan. En ze heeft straks haar eerste solo expo voor haar kunstwerken. Ze schildert. Na 25 april kunnen jullie allemaal kijken. Voor nu moet ik jullie groeten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het komen. And remember, your time plus my time. It's cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.